Jongens, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Rudy is nu naar de kooiman. Ja, what's new? Lee is nog steeds aan het werk bij ons. Gezellig, superleuk. Er zijn nog wel een paar dingen die nog moesten gebeuren. Een paar puntjes op de i. En ook een paar best wel belangrijke dingen nog. Vooral voor ons. Zoals bijvoorbeeld hier nog een balkon maken, een balustrade. Maar goed, dat was natuurlijk het minst belangrijke voor de B&B. Maar nu is Lee aan het verven. Want het was nog allemaal een beetje vies geworden hier. Dat het even een nieuw likje verf nodig had. Netje, netje. Het is nu weer zoveel mooier, hè, nu die kleur weer zo is. Echt geweldig. Yabi Yabi Kotta. Dit is echt super leuk. Deze kleur heb ik natuurlijk mijn rot voor gezocht. En ja, jullie kennen het hele verhaal erachter. Maar deze kleur kun je dus nu kopen. We hebben hem dus zelf bedacht. Of nou ja, Lisa van Global Paint, die heeft ons geholpen met het zoeken naar deze kleur. Maar we hebben hem dus niet gevonden dat zij hem zelf heeft gemaakt. En hij heeft dus nu gewoon een officiële naam en hij is gewoon te koop. Hier op Curaçao, maar ook in Nederland. En hij heet dus Yabi Yabi Kotta. Zo hebben we hem genoemd, omdat het een beetje ja, terracotta, maar ook met koraal kleur. Hij heeft, het is zo'n mooie kleur. Nou goed, in ieder geval, je kan hem dus nu kopen en je kan hem dus ook kopen in Nederland bij Lifestyle Verf. En ik zal die link even hieronder zetten, want daar is die gewoon ja, ook te koop als muurverf. Hoe geweldig, dat is toch te leuk. De Royal Suite, daar komen vanavond gasten in. Die zijn al onderweg, zitten al in het vliegtuig. Dus die moeten we gaan schoonmaken. Rudy heeft een nieuwe televisie gekocht, want die televisie daar heeft het begeven. Het is wel echt ook Rudy's een oude televisie uit 2016. Dus 8 jaar in de tropen, hele verhuizing, op zee geweest. Nou, is oké dat hij het niet overleefd heeft. Dus we gaan even zorgen dat het appartement helemaal picobello eruit ziet. God, dit is zo mooi. Dit is perfect. Mijn tantes die sliepen een tijd geleden in de Royal Suite. Die zeiden, we vroegen natuurlijk de hele tijd aan mensen om tips. Hoe kunnen we het nog beter maken? Ze zeiden, nou als je het echt helemaal perfect wil doen, dan moet je hier voor dit glas. Het is sowieso een getint glas voor de zon. Maar dan moet je daar een jaloezie hangen, want dan kun je vanaf je slaapkamer zo hop, naar de wc in je naki. Want hier langs komen ook mensen die in het appartement beneden logeren. Dus zeg maar het eerste appartement wat je tegenkomt, de voordeur. Dus dit is zo goed gelukt. Ik had het op Mr. Jealousy besteld. En daar kan je dus alles helemaal zelf uitkiezen. Dus de kleur, maar ook zelf de afmetingen kun je opgeven. Je kunt kiezen hoe dik je de jaloezieën wil. Wat voor kleur. Nou, het is. Ik vind het zo mooi. Kijk of je dat kan zien. Oei. De kleur is dus brass gold. Ah, dit is niet normaal. En dan dit met het donkerbruine accent.
Ik had hem dus helemaal zelf ingemeten, dus ik vond het nog spannend. Maar dit is gewoon helemaal perfect. Nou, ik ben hier zo blij mee. En ze hebben dus echt van allerlei soorten kleuren. Ik was ook nog aan het twijfelen, want omdat het hier best wel crazy is qua kleuren, dacht ik, oh, we kunnen ook wel, misschien ze hadden ook pink en... hoe noem je dat, van het oude rosé en oud roze. Ze hadden zoveel mooie kleuren, dus ik dacht, zou ik er nog een gek kleurtje tegenaan gooien. Mintgroen hadden ze ook, wat ik ook dus aan twijfelen. Maar oké, ik heb uiteindelijk toch gekozen voor dit. Ja, dit is wel chic hoor, jongens. Oh, kei blij mee. Oké, we moeten snel door, want de gasten komen er bijna. Ze landen over een uurtje. Jongens, de mensen zijn ingecheckt. We hebben het... gered. En ik ben nu tafel in orde aan het maken. De chef's table. Want vanavond hebben we een etentje. Voor de gast uit de Tropical Garden. Superleuk. En ik ben in de bediening. Tafel 1. Je bek even. Ik heb broodjes gebakken en ze zijn gewoon niet aangebrand. Kan er iemand even het Antilliaans dakblad bellen? Gisteravond was het echt zo gezellig weer met de mensen. De gasten. Het was echt gezellig. En ze hadden eigenlijk nooit echt... super culinair gegeten. Dus het was gewoon überhaupt een hele experience voor hun. Maar ze vonden het echt geweldig. Dus ook weer alle props voor Rudy Culi natuurlijk. Want ja, dit is gewoon goed gedaan weer van hen. En ik in de bediening deed mijn best. Dus ja. Maar goed, vandaag... een lekker chill dagje. Echte zaterdag. Als in huis schoonmaken, wasjes draaien. Zometeen lekker boodschappen doen. Helemaal tof. Maar nu moeten deze bollen er nou uitkijken, want dit is toch heel laat. Ik stel van Thea gehad, van mijn pleegmoeder. Tulpen uit Amsterdam. Zij, die moet je een winter in je koelkast laten liggen. Want dan hebben ze het gevoel dat ze overwinteren. En dan kun je ze daarna planten. Nou, ik ben heel benieuwd. Ook überhaupt of die dan hier ja, het gaan doen of zo. Nou goed, in ieder geval ga ik een lekker broodje avocado maken hier. En zit ik de hele tijd ergens mee in mijn hoofd. Wat ik niet kan vertellen. Zo stom. Als in, het zou niet slim zijn van mij om het te vertellen. Dus dan doe ik dat maar niet. Ja. Ik kan gewoon niet stoppen met erover nadenken. Stop het. Helemaal stom. Rudy helpt vandaag ook echt zo mee met... Soms heb ik het gewoon echt geen zin meer om het alleen te doen allemaal. Als in het huishouden of zo. Dan heb ik gewoon, en zeker nu met Choppy, daarvoor boeit het me eigenlijk niet, dan deed ik het gewoon. Had ik ook geen tijdsnood of zo. Maar nu lukt dat gewoon allemaal niet meer bij elkaar tegelijk. Dus hadden we echt afgesproken, oké, op zaterdag dan gaan we echt even schoonmaken en even reset, you know. Dus dat is echt, oh, daar kijk ik dan zo naar uit naar zo'n dag als vandaag. Het is zo burgerlijk, moet dit zo zeggen. Goed. Het is ook lekker om een keer niet brak te zijn, jongens. Al lijkt het hier af en toe wel op een Chateau Meiland. Want de gasten die hier komen zijn zo leuk de hele tijd.
Als je gewoon tot 3 uur s'nachts er wel mee zit. Wijn te drinken, nou dat is... Ik vind het ook niet best, hè? Wie had gezegd dat het niet waar zou zijn? Het leven van een B&B eigenlijk. Let me out in the rain. Weet je dan welk liedje ik bedoel? Nee. Unbreak my heart. Aha, die. Ken je die? Van die ene. Toni Braxton, say oh, you love me again. Zulke vreselijke nummers hè, als je liefdesverdriet hebt. Dat is echt afschuwelijk gewoon. Oh, ik word gebeld. Wie belt jou? Geen idee. Spannend. Hallo, Rudy. Hallo, Montardi, met Rudy spreek je. Hi meneer, ik ben van niet over. Oh, ja, 5 uur. Bon, is goed. Ja, ik ben onderweg. Ik ben onderweg. Ik rijd net weg. Bon, is goed meneer. Oké, dankie. Ajo. Dat klopt, de Daily Nova. Want we gaan boodschappen ophalen. Voor de pizzaavond vanavond met de gasten. De eerste pizza. Komen eigenlijk de gasten ook? De gasten uit de Royal Suite? Ja. Oh, leuk. Vonden ze het ook leuk? Zeker. Pizza's en vlamkoeken. Mmm. Moeten we even kijken wat je op je pizzaatje wil allemaal. Burrata. Burrata? Dat past niet helemaal in het budget, lieve schat. Hoezo niet? Nee, grapje. Ik mag toch moet zelf ik ook gewoon... zeker weer pesto gaan maken allemaal. Ja, verse pesto is toch het allerlekkerste van de wereld. Oeh, geitje, pas op. Geitje. Is dat Henny? Henny? Ja, wat is Henny? Komt hij naar ons? Komt hij naar ons? Ja. Henny! Hij ziet ons niet, hè? Hij is ook zo'n gefocuste man. Op de weg. Kom die koffie drinken. Nou, of ja, zijn post halen. Post halen en de piekie even brengen. Zullen we even omdraaien? Ja, draai maar om. Ze gaan om 5 uur dicht, hè, zeiden ze. Ja. Oh. Tiet zat. Goedemorgen, het is zondag en Riddy wilde heel graag zijn nieuwe jug uitproberen. Die we hebben gekocht in de Ola shop van de week. Dus toen was het plan ontstaan om naar het strand te gaan. Dat ruimt. We zijn alles aan het inladen voor een beach day. Ik had er natuurlijk al lang willen zijn. Dus we hebben nu ook weer een lesje hieruit geleerd. 'S Avonds alle spullen klaarzetten. Zeker als je naar zo'n strand gaat waar je niet je handdoekje alleen meeneemt en alles er al is. Maar als je gewoon echt gewoon... We gaan nu naar Caracas Bijweg. Dat is daar heb je gewoon niks, zeg maar. Waarschijnlijk ook geen palappen meer, omdat we al zo laat zijn. Dus ja, dan moet je toch een hoop meenemen. Dat duurt lang. Dus het is al 11 uur. Ik zei gisteren nog, ja, als ze om 12 uur gaan, dan hoef ik echt niet te gaan hoor. Vind ik veel te laat. Nou, kijk hoe laat het is. Goedemorgen. Ik heb gewoon als eerste even mijn bed verschoond. First things in the morning. Ik heb dus helemaal iets nieuws. Ik doe mijn telefoon vanaf 1 januari niet meer in mijn slaapkamer. Omdat natuurlijk hartstikke veel prikkels zijn voordat je gaat slapen. Dus dat bevordert dan je slaap. Volgens mij klopt dat ook wel. En ik doe het ook omdat ik 's ochtends vroeg gelijk die telefoon pak. Want is ook je klok. Et cetera. En ik wil dat gewoon niet meer. Want in Nederland zijn we al 5 of 6 uur dadelijk weer alweer bezig. Dus iedereen is al aan het werk. Alles is al op en running. Dus ik krijg meteen berichtjes, werk. Jan natuurlijk. Dus ik heb gewoon meteen... sta ik dan weer aan. Weet je wat? Terwijl ik kan niet even rustig... Je gaat als je gewoon naar je werk, ga je ook even eerst wakker worden thuis. Dan ga je naar kantoor fietsen. Snapte? Dat is... Dit is niet ideaal, dus ik heb het gewoon besloten dat ik dat niet meer wil. Het is nu maart en ik heb het gewoon nog steeds volgehouden. Dus het is ook echt wel een prestatie hoor, want ik denk dat ik ook best wel verslaafd ben aan mijn telefoon.
wie niet? Ik ben benieuwd. Zijn er mensen die niet verslaafd zijn aan hun telefoon? Laat het weten in de comments. Ik ben best wel verslaafd, denk ik. Ik zit daar best veel op. Ik heb een opruimmodus. Ik merk namelijk dat ik echt, en dat was gisteren ook zo, en ik weet niet of andere moeders er ook last van hebben, maar dat ik zo ontzettend moe ben. Dat ik gewoon niet weet wat ik met mezelf aan moet. Ja, ik heb mezelf al bedacht. Ik ga elke dag om 8:30 gewoon naar bed. Ja, sorry. Saai leven. Maar ik kan het gewoon niet meer. Ik heb hier een boek. Het is trouwens echt een vet leuk boek. Van Iris heeft mij geïnfluenced. En daarna heb ik mezelf gekocht nog op Schiphol. Hoe vermoord ik mijn familie? Nou, ik ben niet ver. Want ik val telkens in slaap. Maar goed, het is een hele goede slowdown activiteit. Want ik zou ook bijvoorbeeld zo'n yoga nidraatje kunnen doen in bed. Maar dan heb je weer die telefoon natuurlijk. Maar goed. Dus ik doe dat eigenlijk nu zo. Maar ik heb gewoon zo'n vermoeidheid. Ik weet niet hoe het komt. Ja, gewoon moederschap denk ik. En al bijna 8 maanden elke nacht eruit. Want we moeten sowieso elke nacht eruit. Want Soepie die slaapt. Kan wel al lang slapen. Maar ze komt gewoon altijd om 3:15 toch nog even voor een flesje. En nu hebben we sinds deze week geprobeerd om een papflesje te doen. Kijken hoe dat gaat. Nou, daar hadden we echt hoge hoop van vannacht. En Ruud was echt aan het werk tot laat in de keuken. Toen ging hij haar nog die papfles geven. En toen is ze toch gewoon toch nog wel weer gekomen. Dus het zit soort van in haar klokje of zo. Ik weet het niet. Maar goed, het helpt in ieder geval dat ik dan dus ook geen telefoon in mijn kamer heb. Want dan ga ik dan, als ik dan weer even wakker ben omdat ik naar haar toe ben gegaan, ga ik dan toch op mijn telefoon zitten. En ze slaapt dus nu op haar eigen kamer. Dat is echt heel bijzonder. Als in, ik vind het ook heel ongezellig eigenlijk. En het is soort van onhandig, want je moet helemaal uit bed en dan naar haar kamer lopen. Terwijl hier pakte hij haar, gewoon legde hij haar op bed, luidje verschonen en weer terug. Dus had je helemaal je ritueeltje. Maar het is ook wel weer fijn dat je je kamer terug hebt. In die zin dat je nooit meer zachtjes, of dat je de was gewoon in de kast kan gaan hangen om 's avonds om 8:00 als je dat wil doen. Dus, en ik vind het ook wel heel leuk dat ze gewoon zo haar eigen kamertje heeft. Waar we zo haar verhaaltjes voorlezen en gewoon het ritueeltje 's avonds doen. Mijn goal was 10 maanden, weet je nog? Dat had ik verteld, hè, voor de echte trouwe kijkers. Omdat ik had gelezen dat dat heel goed was voor de hechting. Maar ik heb het idee dat ze gewoon al heel erg gehecht is aan ons. En dat ze echt, ze kan het ook goed gewoon. Volgens mij is ze nu niet zo blij. Of wel? Shoopie. Hey! Je hebt helemaal rode wangen. Je hebt helemaal rode wangen. Hey, Shoopie. Oh, schatje. Ik zal jou eens even rechtop zetten. Anyways, nu heb ik dus meteen mijn telefoon al moeten pakken. Omdat Rudy, moest ik wat voor overmaken. Nou, heb ik dus nu al mijn telefoon moeten pakken, terwijl ik dat eigenlijk nog niet had gewild. Maar ik moest iets doorsturen voor Rudy, dus helaas. Maar goed, ik heb mijn telefoon. Maar ik heb dus ook hier dan die Philips Ambilight staan. Dit ding is zo top. Ik moet ook mijn nachtkastjes even terughalen. Die staan nog mijn Nanke en Jo, om een of andere reden. Maar dit ding is zo geweldig. Je hebt al verschillende varianten door de jaren heen. Maar dit is, wow, hij gaat helemaal zo. Zien jullie dat ook wat ik zie? Dat, nou goed, in ieder geval, dat is een wekker die heeft een radio. En ook vogelgeluiden en ook oceangeluiden. Allemaal hele chille geluiden. En die maakt je wakker met het natuurlijke licht. Dus dan word je zoveel rustiger wakker dan dat je zo met zo'n wekker wakker wordt. Ik heb dat ding al jaren. Ik vind het helemaal geweldig. Dus ik was een uur lang bezig geweest, denk ik wel, om Shoopie in bed te krijgen. Want ze was super moe, maar ze ging maar niet slapen. Ze ging alleen maar er niet aan toegeven. En nou goed, dus nu slaapt ze. En nu ga ik bij Rudy werken. In de cuisine, ja. Wil je me helpen? Is het broodje? Ja. Babyfoon? Ik heb eigenlijk ook echt zin in koffie. Koffiebodem gehaald. Ik zag het, ja. Ik ga nog even 1 koffietje zetten. Ja, dan kom ik hier werken. Wil je ook voor jou? Oké.
Alsjeblieft. Dank u bij koekje. Dan lekker? Lekker met amandelbloem. Lekker toch? Nu moet ik kijken of je dit in een mooie vorm kunt krijgen. Dit is super lekker. Super lekker. Heb je hele die 9 minuten vrij? Eén persoon, één zo'n schiet vrij. Want dan die mag dat weer. Dus die andere mensen krijgen wel af en toe wat meer. Gluten. Ja, meer met krokantjes en zo, weet je wel. Bij een dessert wil je toch wel lekker een krokantje. Mm-hmm. Soepie, niet moe worden nu, hè? Want we gaan nu op pad. Ik zag het wel. Ik zit ineens in de ogen wrijven nu we weggaan. Dat is niet de bedoeling. Goedemorgen jongens. Ik ga even met Peetje een wandelingetje maken. Een beetje donker hier. Over de Crackers Bay. De Crack Ass Bay weg. Aan de kust. Aan het strand. Gaan we eventjes wandelen. En dan lekker koffie drinken. Rudy die gaat eindelijk tegels kopen hoe noem je dat? Keuken. Dat is hij al 2 dagen aan het proberen, maar er zijn die jongens van het magazijn, die zijn er dan niet. Zegt Rudy, jij kan toch ook wel even zelf die tegels pakken, het zijn 5 pakjes. Nee. Moest morgen maar weer terugkomen. Nou, oké. Okay. Dus dat is vandaag ook alweer. Het is al geleden dat ik deze sportschoenen aan heb. P gaat zo hard lachen dat ik deze broek aan heb. Dit is haar oude spijkerbroekje. Maar dit is het enige broekje wat gewoon super chill zit bij mij. Ik heb ook geen sleutel. Trudy kaart op mij. Lucie, ik heb geen sleutel hoor. Ja, maar ik heb geen sleutel. Ik weet niet waar die is. Ik wil gewoon andere sleutelhangers eraan, want anders herken ik hem niet. Het is vandaag. Hallo Sjoepelums. Hey. Lekker relaxed hè. We zo lekker relaxed. Ja. Windje in je rug. En toen viel mijn batterij uit. Nou, dat is... Dat is ook logisch, want dit is mijn oude camera. Daar film ik eigenlijk mee. Wow, ik zie dat deze nu ook rood is. Ik film namelijk nu met deze. Dit is mijn nieuwe Sony Z4 Mark II. Dit ding is fantastisch, want hij gaat niet met het klepje naar boven, maar met het klepje naar de zijkant. En de allergrootste winning is dat hij gewoon met USB-C kan worden opgeladen. Oh mijn god, dat is zo geweldig. Dan hoef je gewoon nooit meer zo'n dockstation met, ja, voor in vloggers live is dit echt amazing. USB-C zit ook op je laptop, zit aan je. Echt geweldig. En hij maakt hele mooie beelden, ook van die cinematic dingetjes met zo'n rand. Als je dat soms ziet, dan heb ik hem op het verkeerde standje gezet. Als in, daar kan je ook voor kiezen, maar je moet natuurlijk gewoon een wide beeld hebben. Maar goed, het is echt een top ding. Maar goed, die moet je even opladen. Deze gaat dus ook uitvallen. Ik ga ook uitvallen. Ik ben kapot. Ik ga nog even liggen. Kijken of ik me een beetje beter voel. Want we gaan vanavond asperges eten. Gezellig. Het seizoen is begonnen. Dus jongens, bedankt voor het kijken. Volg me ook op Instagram. Daar zie je veel meer. En ik probeer voor jullie nu elke om het weekend een vlog te doen. Dat is gewoon een soort van nieuwe dingetje. Een nieuwe upload, want dan heb ik gewoon niet zoveel drukte op. Want dan heb ik weer iets meer ruimte om het voor elkaar te krijgen. Anders voelt het zo als een gevecht en dat is gewoon niet leuk. Maar natuurlijk wel leuk blijven. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik zeg tot de volgende.